Ik is Jacques van Rensburg. Ik is een boer daar van die Betulie area af. Bij Vrystaat Landbouw. Ons is daar geaffilieer. Ons het nou eindelijk so'n bietjie opgekomen met die gedachte dat daar misschien een groot antwoord gaan wees. Dat is soos gewoonlik nie rarig een groot antwoord nie. Maar wat ik wel kan sê is dat ons op die rechte pad is. Ik denk Agri SA samen met Vrystaat Landbouw doen een uitstekende werk om hierdie hele ding te omvang en te proberen om een aanvaardbare uitkomst voor allemaal te bedenken. Als jij naar frustraties moet kijken, zeker een van die grootste ene is die onzekerheid wat nog ontstaan rondom wat wordt gezien als oneindbaar en wat is niet oneindbaar en dat type van ding. Zodat die mensen zekerheid hebben om zelf weer in hulle eie grond te investeren. Dit is een van die groot problemen op die oomblik. Is dat daar nie investering ook nie in menskapitaal is nie. Dit wil sê, daar is nie rarig meer mense wat mense in diens neem nie. Die diensvlakke neem af, die investering in plase neem af. En tot en met daar rarig sekerheid is oor eiendomsreg in totaliteit. En gaan jy nie een verskil kry dat die mense, noem het nou maar hulle brood en boter, sien hulle eerder as om net so min as moontlik te spandeer en nie uit te brei nie. En dit maak dat die hele ekonomiese bestel van landbouw as soks lei daaronder. So dit is maar een van die groot goeders, is die onzekerheid, is seker die grootste probleem. En dan die andere ding is dat die misinformatie of disinformatie wat aan landbouw gegee word. Want vandag sê die een politicus dit en die volgende dag een ander ding. So dit maak het baie moeilik om rarig pijl te trek op wat er pad is. So ek dink rarig dat die publiek daar buitenkant eindelijk ons maar meekie meer moet steun en minder kritiseer. Dan behoort ons eindelijk een baie goeie job te kan doen. En dan dat het reen is eindelijk nog beter voor ons. So, als jy boer is, dan kyk jy meer naar die reen en jy vergeet so'n bietjie van die kwade gedeelte van die lewe. So ons hoop nou maar die hele ding van onteinding kom tot een ruste en dat ons daar voor en toe een beter bedeling van allemaal het.